Shelley. Een gedicht voor mijn vriendin Shelley, die in 1993 zelfmoord pleegde. Shelley. Waarom straalde je niet altijd, altijd als de zon? Maar gelukkig is het een feit dat je dat in je korte leventje af en toe toch even kon. 1993, Pina Jones. Nou zijn ze toe, Suicide Blond. Je aanbad hem, die zanger van In Excess, die Michael Hutchence. Aan mij vroeg je toen de betekenis van de titel van de nieuwste single van hem, Suicide Blond. En ik vertelde je dat het stond voor een haardracht die men in de 60e jaren placht te dragen. Later hoorde ik je het aan een ander vragen en die gaf het andere antwoord dat ik verontrust voor je had willen verzwijgen. Namelijk dat het woord suicide afzonderlijk letterlijk zelfmoord betekende. Je aanbad hem zo erg. Je wilde hem ontmoeten. Ik ging met je mee, samen wachten bij de artiestenuitgang, waar we op de voorste rij stonden, tegengehouden door de dranghekken. En ja hoor, daar kwam hij dan. En voor ik het wist, werd ik naar voren gedrukt, zodat ik tegen hem aankwam. Ik kon nu tegen hem zeggen wat ik allang tegen hem had willen zeggen, zonder dat jij het hoorde. Dus tijdens die paar seconden maakte ik van de gelegenheid gebruik door in zijn oor die twee woorden te fluisteren. Suicide yourself! Hij keek me daarop lang met een bevreemde blik in zijn ogen aan. Hij wendde zich toen tot jou. Jij weet donders goed wat er toen gebeurde. Maar dat telt voor mij nu slechts als een detail. Maar oh, wat ben ik blij dat ik die Michael misschien zo heb kunnen duidelijk maken dat jij er bij het volgende concert er waarschijnlijk ook mede dankzij hem er niet meer zou zijn. Het is vreemd. Ik wist het al lang van tevoren. Maar kon je onmogelijk helpen waardoor je weer een blokkade opwierp zonder het zelf te weten op de hulp op de weg van jou naar jou. En ik bedoelde met er waarschijnlijk ook mede dankzij hem die er niet meer zou zijn. Dit moet je indirect zien. En ik wist het al lang van tevoren. Zie Shelley 1990. Ik was dus 3 keer backstage geweest met deze Shelley. En je hebt het al begrepen, die heeft in 1993 zelfmoord gepleegd. En in de periode 91 tot, de periode 89 tot 93 zijn we samen 3 keer naar het concert geweest van In Excess. En daar zijn we backstage bij geweest. En vandaar dit verhaal. Natuurlijk kon Michael Hutchence niks aan de dood van Shelley doen. Maar dat moet je dus indirect zien. Zie ook Talsey Blok van Pina Jones. En zie ook omschrijving clip, want daar staat de link naar het Talsey artikel over Shelley. Dank u wel.